voorbeschouwing voor de wedstrijd van het seizoen misschien wel. Maar ik weet dat de competitie prioriteit heeft, Roland. Maar ja, het is toch een wedstrijd waar je niet omheen kan tegen PEC Zwolle. Mijn hart begint dan langzaam maar zeker steeds sneller te slaan, Roland. Ja, dat is een mooie wedstrijd. We kijken ernaar uit, Piet. Oké, maar eerst eens eventjes over zaterdag. Zelden heb ik twee trainers ontmoet voor een wedstrijd die zo overtuigd waren van het feit dat ze zouden gaan winnen. Dat vond ik wel heel frappant. Dat bedoel je John en mij mee, neem ik aan? Ja, daar bedoel ik jullie twee mee. Nou ja, kijk, wij krijgen gewoon een goede analyse al elke week. Daarnaast hebben wij Harkema goed kunnen bekijken door het nu wel bekende Podium TV. Hè? En goed, daar hebben wij gewoon dingen gezien waarvan wij denken van nou, dat daar kan onze ploeg goed tegen spelen. En daarbij, vorige week tegen Rijnsburgse Boys hebben we natuurlijk ook gewoon 60 minuten, vind ik, gewoon goed gespeeld. Na 60 minuten kwamen we wat onder druk door Rijnsburg, maar was het ook niet slecht. Dus ik denk dat we daar ook gewoon een goede basis hebben gelegd. En dat wil je dan doortrekken en dat is zaterdag gewoon hartstikke goed gelukt. Ook al kwam je 1-0 achter, wat gewoon een goede goal was van hun. Maar ik denk dat wij gewoon vanaf minuut 1 het gevoel hebben gehad van wij gaan daar winnen. En dat hebben die jongens fantastisch gedaan. In al mijn eenvoud heb ik het een paar weken geleden gehad over balans in het elftal. En toen vroeg jij zelf aan mij van, joh, wat is dat dan? Maar ik had nou het idee dat er een team stond, wat langzaam maar zeker de opdrachten en ze weten elkaar langzaam maar zeker te vinden. En ze voeren de opdrachten bijzonder goed uit. Ja, kijk, vorig jaar hebben we natuurlijk een aantal jongens kwijtgeraakt ten opzichte van vorig jaar. En dan ben je gewoon aan het kijken van wie vult welke posities het beste in. En hoe is dat het beste weer op elkaar afgestemd. Nou, en daar hebben we zijn we wat in het schuiven geweest. En de ene keer ging dat beter dan de andere keer. Maar goed, je zoekt naar naar stabiliteit. Maar wat is dat? Dat spelers elkaar gewoon goed kunnen aanvullen. En dat spelers in hun kracht spelen op de positie waar ze moeten spelen. Ja, en dat lijkt gewoon, op dit moment lijkt het gewoon wat beter. Dus we hebben het denk ik op een aantal posities wat gewijzigd. En het is nu, het staat wat beter vind ik. Spelers vullen elkaar wat beter aan. En niks te nadelen van die andere spelers. Maar soms moet je gewoon goed kijken van hoe kan iedereen in zijn kracht spelen. Ja, en ook met een zeer veel bewegende en sleurende Frank Heus daar voorin, hè? Dat vond ik echt ook weer een nieuwe dimensie. Ja, nou, dat klopt. Die heeft in het verleden ook veel vanuit hangend linksbuiten gespeeld. Ook wel op 10 gespeeld. Dus die kan dus wel goed in een rol spelen waarbij die kan en mag zwerven. En hij is snel. Hij is slim ook met, dat zag je zaterdag ook met de momenten wanneer hij bij iemand even voorlangs moet snijden. Dan is het heel moeilijk verdedigen en dat heeft hij goed gedaan zaterdag en ook de week daarvoor. Dus samen met Maurice vullen die elkaar nog goed aan. En dan nu PEC Zwolle. Ze nemen DVS 33 heel erg serieus, want het is al een paar keer bekeken. Ik geloof tegen Rijnsburgse Boys en nu weer tegen Harkemase Boys. Dus die ploeg die stelt zich echt wel in op DVS 33. Dat is een compliment. Ja, dat is, ja, vind ik ook. Maar ik denk ook wel dat zo hoort bij zo'n belangrijk evenement. Ook voor PEC Zwolle, die hebben natuurlijk ook die beker al eens gewonnen. Dat betekent natuurlijk voor zo'n club ontzettend veel ook. Dus dat is gewoon van groot belang. Dus die zullen hun huiswerk uitermate goed doen. En terecht, denk ik. En dat staat los van of het nou om DVS gaat of wie dan ook. Dus dat hebben hun gedaan en wij hebben ook geprobeerd een beetje huiswerk te maken. Ja, je bent bij PEC Zwolle AZ geweest met z'n tweeën, denk ik. Ja, we zijn bijna met de volledige staf geweest. Een beetje her en der zaten we verspreid, dus vanuit alle hoeken konden we alles zien. Dus jullie zijn super voorbereid voor woensdag. We zullen eerst weer met een plan moeten komen. Dus we hebben gisteren bekeken. Gisteren even kort met elkaar wat doorbesproken met John en ik. En ook met Pascal, die ziet PEC vaak. Ik denk dat ook Joran Pot bijvoorbeeld, die werkzaam is bij PEC, die weet ook veel. Hè? Dus we zullen alles een beetje bij elkaar gaan leggen. En dan vooral kijken van waar kunnen we onze winst halen. Hè? Dus waar moeten we rekening mee houden en waar liggen kansen. En dat
zullen we op basis daarvan zullen we kijken van wat dan de beste elf zijn waarmee we in ieder geval lang in de wedstrijd blijven. Dat is heel belangrijk voor woensdag. Ja, en dan geduldig wachten op je momentjes. Ja. En gokken nu op een flow periode. Want niet alleen deze bekerwedstrijd is belangrijk, maar de volgende drie wedstrijden in de competitie bieden ook al een redelijk perspectief, denk ik. Ja, dat bedoel jij op basis van de ranglijst, denk ik. Maar het mag duidelijk zijn dat in de competitie ook dat wij dat we toch nog even moeten een sprongetje moeten maken om aan te haken. Dus we krijgen inderdaad wel wat tegenstanders die nou wat minder punten hebben. Dat zegt niet altijd alles natuurlijk. Maar het is wel van belang dat wij resultaat blijven halen en dat we daardoor naar boven toe kruipen. Ik vraag het ook eigenlijk op basis van het feit dat het verleden jaar op een gegeven moment ook zo ontstond. Hè, na een reeks van vier nederlagen. En toen opeens zaten we in een boost die bijna niet over leek te gaan. Behalve naar de winterstop toen. Ja, dat kan ik nou... Nee, dan moet ik een glazen bol hebben, maar... Het draait gewoon goed. Dus zaterdag hebben we een hartstikke goede wedstrijd gespeeld. En dat geeft gewoon vertrouwen. Dat geeft een goed gevoel bij iedereen. En daar moeten we mee verder. En houden we wel rekening mee dat we zaterdag natuurlijk wel een totaal andere tegenstander krijgen. Die anders speelt, die compacter speelt. En daar moeten we ook weer een antwoord op hebben. Mogen je zoontjes woensdagavond opblijven? Die komen kijken zelfs. Ja, dat dacht ik al wel, ja. Ja, nee, die gaan mee met mama. Hè. Dat is toch wel schitterend, hè? Ja, natuurlijk. Ja, ik vind het hartstikke mooi. Hè. Volgens mij heb jij, toen je bij Excelsior werkzaam was, heb je volgens mij ook een betaalde voetbalclub uitgeschakeld. Klopt dat? Nee, dat was bij Berkum, was dat. Daar schakelden we, moesten we even kijken hoor. Dan moesten we twee voorrondes spelen, dacht ik. Met Urk, dacht ik, erbij. En toen schakelden wij Veendam uit met Rico Wolven. En even kijken. En daarna hebben wij bij Heracles uitgespeeld met volle bak. Het stadion was helemaal uitverkocht van 8000 man. En daar konden we lang mee. Daar deden we het hartstikke goed. Maar we gingen er met 4-0 af. Hopen dat dat woensdag niet gebeurt. Maar je gokt er natuurlijk op dat je lang mee kan. En dan eventueel zorgen voor een stuntje. Ja, daar ga ik wel vanuit. PEC draait op dit moment niet lekker. Dus die zullen ook gewoon heel veel energie in die wedstrijd moeten gooien. En misschien kunnen we een tikje uitdelen onderweg. En dan zal dat niet meehelpen voor hun natuurlijk. Dus ik denk dat er wel wat mogelijkheden zijn. Namens alle supporters en DVS TV publiek wensen we je vreselijk veel succes, Roland, woensdagavond. Nou, dankjewel joh.